Wereldwijd kampen we met voedseltekorten. Hoe kan de glastuinbouw hier een oplossing in bieden? De voedselproblematiek is een fors vraagstuk voor de wereld. Ruim 800 miljoen mensen hebben honger. Dat groeit naar ruim 1 miljard in de komende 10, 20, 30 jaar. En dat betekent dat er andere oplossingen gevonden moeten worden. De glastuinbouw is bij uitstek geëquipeerd om daar een oplossing voor te bieden. Maar de groei van de glastuinbouw is afhankelijk van expertise. Tilt-expertise, energie-expertise en dat is er te weinig. Daar bieden wij een oplossing voor. Agro Energy en Delphi willen samen optrekken om vanuit die tilt-expertise en energie-expertise die schaarste opgelost gaat worden. We staan hier nu in de Kropperreders cockpit. De Kropperreders is de naam voor het samenwerkingsverband tussen Delphi en Agro Energy op het gebied van de autonome kas. Oftewel het volledig geautomatiseerd sturen en optimaliseren van de kas, de tilt en de bronnen die daarvoor nodig zijn en dan met name energie. Hier zie je eigenlijk niets van in de kas. Het vindt allemaal op de achtergrond plaats. Het zijn rekenmodellen die samenwerken met de installaties in de kas. Denk aan een klimaatcomputer, denk aan een WKK-installatie. En die rekenmodellen zorgen ervoor dat die installaties optimaal worden ingezet. Het probleem daarbij is dat we met een levende plant werken. En die, ja, die laat zich niet zo makkelijk sturen, want die gaat ook zijn eigen gang. En dat is nou precies de kennis van de teler die Nederland zo uniek maakt. En die groeimodellen en beslissingsmodellen, die moeten gevoed gaan worden door sensoren. Die data leveren vanuit de kas. De toekomst zal zo worden dat we zonder gas kunnen gaan telen. Dat we groene stroom gebruiken. En er zal heel veel op afstand, autonoom aangestuurd gaan worden in de kas. Je kan het zo voor je zien dat er een tiltexpert achter zijn bureau zit. Die krijgt data binnen en die stuurt verschillende kassen op afstand. Dat doen we nu al op verschillende plaatsen in de wereld. China, Azerbeidzjan, Canada sturen we nu al kassen aan op afstand. Dat gaat alleen maar meer gebeuren, want op termijn ontbreekt het aan tiltkennis, aan groene kennis. En dat gaan we opvangen door groeimodellen en beslissingsondersteunende modellen.